donker. Ja. Nou, we zijn dus weer bezig met kaarten maken voor ons bruiloft. Ja. En mijn moeder is zo lief geweest om het een en ander te maken voor ons. Ja. Die is heel lief geweest om dus het een en ander inderdaad te maken. Kijk. Ja, dit wordt spannend. Ja, ja. Dit wordt heel spannend. Ja. Ik ben nu even aan het snijden. Wat hier al ligt, hebben we allemaal al gevouwen en geplakt, et cetera. En dan ben ik even aan het snijden. A4'tjes snijden, dat is leuk. Het komt dus ook allemaal op de kaarten. Dus ja. Stik idee. Zo. Zo, ja, jullie zien het dan niet, maar maakt even niet heel, ja, dat maakt wel even heel veel uit, want ik wil het wel een beetje laten zien aan jullie wat ik aan het doen ben. Kijk. Zo, dan kan ik zo meteen allemaal lekker in één keer door lekker knippen. Vooral, dan kan ik proberen alles even plakken. Op de kaarten. Ja, en dan kan ik de teksten ook weer even doen, et cetera. Dus deze week wil ik een beetje de kaarten afzien te krijgen, zodat we dus de kaarten eind deze maand de briefbus in kunnen knallen. Kost weer een partij geld, maar dat maakt niet uit. Dat heb ik voor onze bruiloft over. Ja. Dat heb ik er lekker voor over. Ik er lekker wel. Zo. Knutselen met Karen en Roderick. Ja, ja. Schappig. En Rosa, lekker. Warm chocolademelk aan het maken. Voor ons beiden, denk ik. Of niet? Alleen maar voor mij. Hoe doe je dat? Nee. Hoe doe je dat? Geen idee. Geen idee. Zegt hij ook nog. Mooi. Ja, lekker thee, dat is goed. Helemaal top. Helemaal goed. Kijk, en ik ben al aan het snijden. Dan ga ik knippen. Dan mag jij het ongeveer in het midden plakken straks. Wat? Nou, ik wel. Ik ga snijden. En ik ga knippen voor je. Ja, jij en jij houdt niet van... En van knippen, zeg je. Dus ja. Nee, nog niet plakken. Ja, nou heb je pech. Dat dacht ik dan. Ja. Des te sneller heb ik hier alweer rust over. Ja, toch wel, hè? Ja. Toen waren we nog steeds bezig met knutselen met Roderick en Karin. Karin en Roderick. Ja, en wat heb je allemaal te vertellen, schat? Niks. Niks, dat scheelt je. Ja, en lekker aan de chipjes. Ach, wel. Ik heb met choco voor jou gemaakt. Is ook lekker. Nog? Heet niet, maar straks als het weer een beetje af is gekoeld, wil je. Oké. Lekker Engelse ontbijt tegen, dat scheelt ook weer.
Kijk, dit zijn er ook weer gelijk twee. En als jij dan al eerst even al die uitnodigingen pakt, deze dingetjes. En dan ook dit voorzien van aan de voorkant. Dat maakt nog niet uit. Dat maakt nog niet uit. Want daar zit nog helemaal niks op. Geschat, kijk. Ja, maar als je hem zo plakt, komt hij aan de achterkant. Hoe bedoel je? Ja, oké, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Je moet even de voorkant hebben, hè? Jij hebt het zo gedaan, ik niet. Ja, ja. Heeft mij maar weer de schuld. Tuurlijk. Altijd. Tuurlijk. Altijd. Ik geef jou toch altijd al de schuld, of niet dan? Ik ben het ook met te discussiëren wie de schuldig is. Nee, daarom. Hoe heb jij het gedaan? Toch krijg ik de schuld. Dat scheelt je. Ja. Het scheelt een hoop tijd. Welke kaart heb jij gehad? Nou, ik heb die kaart gehad. Oh, was die mooi? Ja, die was wel mooi. Die kaart met impact erop. Niet eroverheen. Gewoon laat het drogen. Niks doen. Okay. Zit aan mijn vingers. Dat maakt niet uit. Doe het hier al aan. Ja. Nee? Ja, dus? Hier maar. Dus niet al te veel. En niet eroverheen gaan wrijven. Alleen de randjes goed een heel klein beetje over. Ik zal je even zand in eentje laten zien. Ja, wat ik doe. Oké. Okay. Doet er veel te veel op, schat. Oh, laat. Je daar een zak al, je doet er veel te veel op. Hoeft niet. Let op. Kijk, nu heb ik dus dit. Kijk. Zit. Ik haal die lijm er even vanaf. Ja? Opletten. Mag ik een kaartje? Let even op. Wat ik doe, doe het heel sumier. Ik draai rond. Ik knijp nog niet eens heel hard erin. Ja? Ja? Zie je hoe weinig ik gebruik? Ja. En dan is het 1, 2, 3. Ja? Klaar. Niks meer doen. Heel erg veel handigheid in. Ja, maar dat krijg je ook wel. Maar je moet niet in één keer gaan. Nee. Ja, maar dat moet jij dus gaan leren. Niet zo hard gaan drukken. Nergens voor nodig. Daarom laat ik je dit dus ook doen. Ja. Dat iemand die weinig gevoel in zijn handen heeft. Dat maakt niet uit. Hallo, wat denk je van mij? Ja. En met deze hand. Juist, keurig. Ik zie bijna niks. Nee, maar ik wel. Ik wel. Juist, oppakken. En één keer met je hand, hartstikke idee. Juist. Next mag wel een stukje nog naar boven. Okay. Zie je daar? Een beetje het midden op gaan zoeken. Hoef niet zo hard te klappen, gewoon rustig. Okay. Nee, Ro, het is... 12:30. Je hoeft niet zo hard. Je hebt echt wel gevoel. Ja, maar niet zo veel.
Beetje het midden op gaan zoeken. Gevoelsmatig. Mooi. Los. Nee. Gewoon dit. Meer niet. Okay. Ja? Gewoon alleen aandrukken. Meer niet. Ik krijg wat, denkt hij. Vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Nee, maar dan kan ik gewoon van de week alleen maar... of morgen samen nog met jou de teksten doen. Kan ik die ook knippen? En... oh, oh, en dan alleen met je hand. Nee, je hoeft niet dit te doen, alleen dit. Nee. Je hoeft niet dit te doen. Bro, dat hoeft niet. Nee. Hallo, het is gehoorig. Ja. Gewoon dit, nee. Meer niet. Ja. Het is 12:30 in de nacht, joh, gek. Ja. Nee, bro, het klinkt door. Het droogt toch wel. Maar je hoeft niet zo hard, gewoon rustig. En je hoeft er niet doorheen. Juist, los, los, los. Juist en los, juist. Dat is hem. Houd dit vast. Keurig. Houd dit vast.